Groningen moet in 2035 energie-neutraal worden. Het lijkt ambitieus, maar het is haalbaar als alle Groningers er een bijdrage aan leveren. Het is een plan, dit zijn politieke doelen. En de doelen zijn niet alleen bij de gemeente Groningen, maar ook het kabinet heeft deze doelstellingen. Europa heeft deze doelstellingen. En die zijn er omdat het moet. Het klimaat verandert hard. En het gaat om CO2-uitstoot. Hoe eerder je begint met CO2 te besparen, hoe meer baat je bij hebt. Want hoe langer je wacht, hoe groter het probleem. Alles is nodig, want er is nog zo'n gat te vullen en er is zo'n hoop cynisme eigenlijk ook. En dat heb ik zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Van waar doen we het allemaal voor en heeft dat klimaat het nodig? Maar als je ook ziet dat het zo dichtbij ligt en dat je op zo'n eenvoudige manier een bijdrage kunt leveren, waarom zou je het dan niet doen? Het plan om Groningen CO2 neutraal te maken betekent dat we ongelooflijk veel energie moeten besparen. Dat we heel veel goed ons best moeten doen om heel veel energie op te wekken. Dus heel veel windmolens, elk huis, zonnepanelen, waterkant, heel veel warmte uit de bodem halen. En dan nog moeten we energie van buiten halen. Een van de initiatieven is de Speurde Energieslurper Kofferactie. Zo kunnen werknemers zelf aan de slag. En dan gaan collega's groepen vormen. Die krijgen een actiekoffer mee. In die actiekoffer zit bijvoorbeeld een warmtecamera. Of daar zitten meters in waarmee je energieverbruik kan meten. En op die manier krijg je inzicht. En doordat je inzicht krijgt, raak je ook geïnspireerd om actie te nemen. Nou, dat je in een bedrijf een cultuur creëert. Waarbij mensen zelf gaan nadenken over hun verbruik, maar ook hun portemonnee. En ik ben ervan overtuigd, als mensen één keer dat in hun systeem hebben, dan nemen ze dat laten ze niet thuis. Dat nemen ze ook mee naar het werk. Ja, dat is echt effectief, omdat mensen merken dat ze soms met hele kleine, simpele dingen, bijvoorbeeld een klep op je brievenbus, waardoor er geen tocht meer in je huis komt, heb je al een energiebesparing. Daardoor, je hebt vaak ongemakken in je huis, die je wel met de warmtecamera vastlegt, maar die je niet zelf ervaart. De bijeenkomst leverde ook mooie toekomstplannen op. We hebben gezegd, we gaan er wat mee doen. We zullen in ieder geval die koffer adopteren. En we gaan kijken of we daar een soort marathon van maken bij bedrijven. Waarin je de koffer doorgeeft. En als je als bedrijf daaraan meedoet, dan vragen we de GROK om daar een rapportage of een filmpje van te maken. Zodat dat ook verder komt. De gemeente is ook bereid daarop mee te werken. En heel kort geschakeld zijn we aan het nadenken of we niet een stichting als de Jonge Onderzoekers of andere stichtingen die met techniek bezig zijn, om die op een eenvoudige manier te ondersteunen.